Hallo beste kijkers, ik heb eindelijk een mol opgehaald. Ik vind het echt heel erg geweldig. Nou, ik speel hier dus even lekker met PP90 M1, toch nog steeds mijn lievelingswapen. Vorige prestige heb ik vaak de P90 gebruikt. Schoot ook wel goed, had ik de hoogste killstreak mee. Maar ik ben deze prestige toch teruggegaan naar de PP90 M1, die gewoon echt heerlijk schiet en gewoon heel goed voor mij is. Nou ja, ik heb dus de mob gehaald. Nou ja, het ging dus echt heel lekker. Ik heb hem gehaald binnen 4 minuten en 50 seconden. Dus voor mij een persoonlijk record. Ja, vooral omdat dit mijn eerste is dus. En ja, ik heb de volgende pointstreaks ingesteld. Als de eerste heb ik Blind Eye. De tweede heb ik Assassin. En de derde Steady Aim, zodat ik gewoon wat kan hipfiren. Nou ja. Ik heb bijna specialist, hier haal ik hem. En nou ja, zoals je ziet, de kills waar ik tegen speel zijn niet echt de beste. En ik had dit keer gewoon geluk dat ik en een keer goed speelde. En ook nog een keer gewoon slechte tegenstanders had. Ik werd een paar keer hard gered door teammaten. En nou ja, ik speelde dus weer met Maurice. En samen hebben we een beetje gedaan. Hij probeert hem ook te halen. En nou, samen hebben we dus echt samengewerkt dus. Maar hij zei van op de radar van daar en daar zijn mensen. Dus pas op, ze komen met z'n drie aan of zo. Nou ja, dus dan blijf ik even wachten. Kwamen er inderdaad drie aan. En nou ja, gewoon kunnen killen. En ik ben ook gewoon blij dat ik de mob heb gehaald zonder echt te campen. Ik heb gewoon een beetje op mijn eigen manier kunnen spelen eigenlijk. En ja, dat vind ik sowieso wel fijn. Want ja, ik kan slecht stilzitten. Zoals ik in meerdere ook al heb verteld, dat ik gewoon slecht stil kan zitten. Maar ik heb hem gewoon gehaald. Gisteren al, ik schreeuwde mijn long uit mijn lijf. Daarom klink ik misschien ook wat schor. Maar ja, het is gewoon geweldig. Mijn hoogste killstreak op dit moment is 30. Dus moet je nagaan. Hoogste van mijn vriendenlijst op dit moment. En ja, vind ik wel chill. Ja, gewoon een mob. Ik heb deze week trouwens één keer gezien dat iemand een mob had gehaald. En dat was ook de eerste keer dat ik ooit iemand een mob zag halen op de Xbox. Hier in mijn game zat. Nou ja, en deze dus de tweede. Hier had ik gewoon extreem veel geluk dat ik niet dood ging. Maar hier dus de tweede die ik heb gezien. En die was dan een keer voor mezelf. Ja, is gewoon geweldig, man. Ja, het gevoel dat je hem hebt gehaald, het is gewoon, ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Het is gewoon geweldig. Ik vind, ik vond het echt heel chill. Eindelijk ook een keer een mob. Ik hoorde van de week van een kameraad van mij. Nou ja, die volgens bronnen is niet zo'n hele goede speler. En hij had een mob gehaald. En ik ook zo van, kut, dan moet ik er ook één gaan halen. Anders ben ik wel heel slecht. Nou, hier dus triple assist. Assist counter skill. Dus dat schiet het wel lekker op. Maar ik dacht echt zo van, kut, nou moet ik hem ook echt gaan halen, weet je. En ik heb het gelukkig gedaan, dezelfde week nog. Maar ik dacht al van, als hij hem kan halen, moet het bij mij ook wel lukken. Ja, en hoe heet dat? Ik heb Sims 3 gekocht, voor de grap. Ik wou een keer wat anders. En dus die was ik even gaan spelen. Het gaat mij meer om de huizen bouwen, niet echt om de characters of zo. Maar die was ik dus even gaan spelen. En toen zei Maurice tegen mij van, heb je niet even zin om Modern Warfare 3 te komen doen? Ja, is goed joh. Dus wij Modern Warfare 3 doen. Ik heb op een gegeven moment eten. En het eerste potje na het eten was dit potje. Ja, ik ging gewoon lekker. Hier ben ik ontzettend hard gered door een teammaat. Daar had ik wel lucky. En rond deze tijd krijg ik hem, denk ik, zo ongeveer. Ja, hier komt hij hoor. En daar is hij, de 24 point streak van Moab. Nou, ik ging nog even verder.
En ik riep hem eindelijk in. En ik had een Moab. Het ziet er echt heel chill uit. Oh, er kwam ook een streefrun aan. Dus, nou ja, ik Moab inroepen. Streefrun kapot. Nou ja, moet ik kijken hoeveel punten ik krijg. Heerlijk. Multikill. Hey, bedankt voor het kijken en houdoe.